Dagenlang werd Stadsknal in spanning gehouden, maar tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd de knolster van het jaar eindelijk bekendgemaakt. En de winnaar is... Johan Winter! Het is een ongelooflijke eer, überhaupt om genomineerd te zijn en dan ja, dat je ook nog verkozen bent. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Johan Winter werd het afgelopen jaar in Roermond Nederlands kampioen tijdrijden voor driewielers. Maar dat is niet het enige wat hij in 2023 heeft gedaan. Ik ben afgelopen zomer ook nog in Malawi geweest. Met World Service. We hebben twee woningen gebouwd bij een school en dat heb ik voor de vijfde keer gedaan. Nou, zo heb ik heel veel vrijwilligerswerk gedaan afgelopen jaar en ik ben al 30 jaar huisarts hier. Dus ja, ik zie het ook wel een beetje als misschien wel beloning, of beloning, maar in ieder geval dankbaarheid misschien ook wel van anderen dat ik hier nu sta als knolster, want ja. Winter ziet in zijn praktijk soms mensen langskomen die eigenlijk een hulpmiddel nodig zijn, maar zich daarvoor schamen of zelfs bang zijn er een te gebruiken. Dat zie ik toch wel veel, dat mensen toch wel aanpassingen uitstellen, bang zijn voor een rollator, niet willen gezien worden met een gehoorapparaat. En terwijl ik denk van ja, als het je helpt, moet je het vooral gebruiken, want de mogelijkheden zijn er. En ja, dat zie ik wel veel in de spreekkamer. Ja, het is ook wel een maatschappelijk probleem. Hè. We willen allemaal, zeker met de sociale media, ons beste kantje voor laten zien. Ja, en die hebben we niet altijd.